Het was fris vanmorgen bij de start van de Hondsrug Classic in Gasselte. Wegrenner Bert-Jan Lindeman uit Assen samen met zijn ploeggenoot Martijn Keizer. Deze keer niet op de wegfiets, maar op de mountainbike. Gert-Jan Bosman links samen met Paul Timmer die in Gasselte een thuiswedstrijd rijdt. Bosman zagen we vorig weekend nog bij de Superprestige van Gieten. Toen reed Gerben Mos uit Havelte het Nederlands kampioenschap marathon. Hij werd daar achtste. En de winnaar van vorig jaar, Jeroen Poelen, werd daar zesde. En groetorganisator Wim Jansen uit Sleen, die ook het rood-wit-blauw aan de start heeft. Ronan van Zandbeek won vorig weekend in Limburg. Maar die wedstrijd ging over 100 kilometer. Vandaag hoeven ze maar 60 kilometer. In totaal dik 700 deelnemers hier bij het Nije Hemelriek in Gasselte. En zij rijden twee grote rondes van 30 kilometer. Ja, en dan waan je je toch echt even in het buitenland. Maar het is toch echt de Côte d'Azur van Gasselte en Bert-Jan Lindeman. Die eind augustus een etappe in de Vuelta wist te winnen. En ik denk dat het hier zo'n 25 graden kouder is dan toen. Zijn contract bij Lotto Jumbo werd afgelopen week opengebroken en verlengd tot 2017. En Lindeman neemt afstand, gevolgd door Vermeldvoort, Erik Groen, Chalingi, Boele, Keizer en ook Rood is erbij. En Lindeman heeft er goed de sokken in. Zijn voorsprong loopt op tot boven de minuut, maar hij raakt even de weg kwijt en dat kost tijd. Dan zien we Erik Groen, Bram Rood, dit is Boele, Keizer en Chalingi. Lindeman dan alweer terug bij het Nije Hemelriek. En boven in beeld zien we ook Martijn Keizer als een ploeggenoot. En dit is een rotstuk hoor. De meesten moeten van de fiets af. Sommigen martelen zich toch omhoog, maar lopen is hier echt sneller. En zo zien we Lindeman niet vaak. En daar is zijn maatje, Martijn Keizer. Want hij verlengde zijn contract afgelopen week. Oeps, daar gaat hij. Vorig jaar werd hij al derde hier in de Hondsrug Classic en nu dus op jacht naar Lindeman. Bram Rood leidt hier de dans, Boele en Groen volgen en ook Maarten Chalingi daar nog achter. En dit is Gerben Mos uit Havelte, solo op de zevende plaats en hij wordt achtervolgd door drie Drenten. Gert-Jan Bosman, Onno Reinhout en ook Elmar Reinders in de top 10 dus nog. En het rood-wit-blauw staat langs de kant met pech, Ronan van Zandbeek. Ondertussen is Lindeman bezig met zijn laatste meters. Dit kan hij dus ook, met Keizer op zijn hielen. Maar beide mannen besluiten om samen over de streep te rijden. Maar Lindeman pakt toch terecht de overwinning. Ik heb wel een beetje veld gereden bij de jeugd, maar het is wel alweer heel lang geleden. Ik denk dat ik 3-4 jaar lang geen motorbike heb gehad. Dus van de week een opgehaald en hier door het bos knallen. Weet je hoe zeer dat doet bij Jeroen Boele als je dit zo vertelt als echte mountainbiker? Even een fiets opgehaald en door het bos knallen. Ja, maar ik denk dat dit parcours is wel mooi door het bos en zo, maar echt motorbiker is nog veel technischer en dan leg je het gewoon af. En hier wordt Erik Groen derde voor Bram Rood en Boele de winnaar van vorig jaar wordt vijfde.